In het weekend van 10 en 11 september organiseert Stad Lokeren Lokeren Leeft. 2 dagen vol met mode, cultuur, sport, ontspanning en animatie. En de vrije tijdsmarkt mag de spits afbijten. Naar jaarlijkse gewoonte organiseren wij in Lokeren opnieuw onze vrije tijdsmarkt. En dit gaat door op 10 september. Meer dan 40 Lokerse verenigingen kunnen hun activiteiten daar in de kijker zetten. Ook in de namiddag zijn er verschillende demo's van de Lokerse verenigingen. Dus mocht je als lokeraar op zoek zijn, en dit zowel voor jong als oud, naar een nieuwe uitdaging voor komend seizoen, kom gerust eens langs. Naast de vrije tijdsmarkt rolt ook de langste rode loper weer uit voor de modewandeling. Op zaterdag 10 september gaat alweer de 16e editie van de modewandeling door op onze prachtige markt in Lokeren. Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om de oprichters van de modewandeling, Herlien de Vijs en Karin Podevijn, te bedanken voor hun jarenlange inzet. Vanaf nu zal de stad Lokeren, de Raad van Lokale Economie en onze eigen dienst Economie dit evenement op zich nemen. Dus op 10 september gaan wij hier in Lokeren op de markt de langste rode loper van het Waasland uitrollen. Wij hebben aan de horeca de mogelijkheid gegeven om hun terrassen maximaal uit te zetten. En ik hoop dat jullie allemaal massaal naar de markt in Lokeren komen voor een drankje en om alles wat de Lokerse modezaken jullie kunnen aanbieden. De nieuwste winteroutfits zullen zij aan jullie showen. En het is ook feest dat weekend. De bibliotheek en het cultuurcentrum vieren hun 40ste verjaardag. 40 jaar bibliotheek, 40 jaar cultuurcentrum. Met allerhande activiteiten. De zaterdag voormiddag focussen we op de bibliotheek. Met allerhande activiteiten. Meneer Zee die komt vertellen. Een virtual reality game, Beat Saber. In de namiddag gaan we eigenlijk focussen op B-flat. Dat is een acrobatische tour van mannen die ons rondleiden. NCC en de bibliotheek. Zondag voormiddag gaan we focussen en ook in de namiddag op Vliegend Park. We gaan Bert en Fred hebben. Dan hebben we ook houten speelgoed, allerhande activiteiten, Kaatjes Kapsalon. En dan ook vooral die zondag Open Monumentendag, waar we focussen op duurzaamheid en water. Alles is mogelijk. Ik zou zeggen, kom af. Lokeren is geweldig dat weekend. Het volledige programma kan je bekijken op lokeren.be/lokerenleeft.